Ja, een grijzig gezicht. Een grijzige skin Oké, hier. ik ga naar jou toe. Oké, ik kom er ook in. TPA, it's Lars. Hey kijkers, Michael Sturms! Leuk dat jullie kijken naar de 50ste aflevering van Skyblock! Bam! Dat heb ik even niet alleen gedaan, dat heb ik vandaag gedaan. Of althans al die tijd gedaan met Lars, Eva, Giel en eigenlijk alle kijkers die mee hebben gedaan. Ananas! Moet je niezen? Ja. Dat is een nieuw trucje. Mensen, als je moet niezen, moet je gewoon keihard ananas roepen. Als je ouders dan denken van, waar de fietsbel is die mee bezig, dan moet je zeggen dat je moest niezen. Ik doe het nu ook, dat helpt gewoon. Gewoon ananas roepen en nu hoef ik niet te niezen. Misschien straks wel weer, dan hoor je weer ananas. Dan weet je meteen van, hey, Vincent die moet niezen. Wij gaan voor de 50ste aflevering wat tofs doen. Wie van jullie twee wil dat doen? Kom maar, ik sta op de glazen kippenhok. Kom maar. Jij of Lars? Nou, even heeft meer mensen geband dan ik. Schat, okay. Kom eens hier. Oké. Dan mag jij een winnaar uitkiezen. Dan moeten ze wel... Mag het eiland weer open? Ja, die is voor jou. Wie wilt dat doen dan? Ik ga het eiland zo open. Ik heb het al gedaan. En dan mag jij gewoon iemand kiezen die hier op het eiland staat te springen, ja? Oké, dan moeten we even kijken hoe ik daarin kom. Heb ik nog glas? Nee. Heb ik een bordje? Ja. Hier, glas. Hier. Oh, kan je even een gat maken, even openmaken? Oké, een stukje niet glas. Niet Nee, de onderaan, ik weet het. Oké, hoe heet dat? Wat moet je ook alweer doen? Wat voor bordje moet je ook alweer neerzetten? Tussen hoekjes welkom. Tussen haakjes welkom? Ja, tussen zo'n hoekige haakjes. Met hoofdletters of gewoon? Ja, met hoofdletters. Alles hoofdletters of hoofdletter W? Ja. Nee, alleen alles. Welkom. Zo dat dus. Was. Done. Zo? Ja. Okay. Ik zie jou. Rennen. Waarom doe je het eens niet? Kom Lars. Oeh. Dat ging iets te snel. Oké, wij doen een 50ste aflevering giveaway. Kom naar ons eiland om de prijs te winnen. Oké, nou, pas op dames en heren, want nu gaat het echt druk worden hier. Zeker. Hoppa. Oké, nu... Spam. Stop spamming, ik spam niet. Ik mag dit toch gewoon spammen. Het is gewoon... Of eigenlijk is het helemaal niet eens spammen. Jawel. Nee, vind ik niet. Ik mag dat, ik heb Skygod, jongen, jonkie. Oké, waar zullen we het weggeven? In het huisje boven is open, hè, hier. Oh ja, de eerste die het parcours haalt. Nee, want er zijn gewoon mensen die kunnen vliegen. Ja, dat is niet legit dan. Je moet naar het huisje parcouren. Boven bij de cactusfarm. Maar dan wachten we nog eventjes met winnen, want ze moeten wel tijd hebben. Zie je, de eerste die vliegt gewoon omhoog. Betrapt. Ja. Kijk hier, boom, die zijn al boven. Hè? Die vliegen gewoon. Kijk, zie je hier, daar gaan ze weer. 1, 2. Oké, goed opletten. En hoi! Zie je, ze vliegen gewoon omhoog. Er zijn gewoon mensen let op die... de Chosen Legend. Let op de Chosen Legend, die vliegt nog niet. Ook als hij valt. Oké, als die hem haalt, heeft die hem dan gewonnen? Gaan we nou heet het hier naar kijken? Ja, ik zit wel met volle aandacht te koekeloeren. Maar we wachten natuurlijk eventjes totdat ze tijd genoeg hebben om de parcours te kunnen doen. Ja. Hoeveel mensen zullen hier op het eiland nu zijn? Ik weet wel dat het er genoeg zijn en dat we waarschijnlijk niet meer kunnen bouwen. Je hoeft hem niet te droppen, je kan gewoon slash trade met de desbetreffende persoon doen, hè? Gaat hij daarna allemaal dingen teruggeven? Zou die cactusfarm een beetje goed lopen? Ik denk het wel. Er zit genoeg cactus in. Niemand gaat meer naar die shop. Cactus meer. Hè? Dat niemand meer naar die shop wil. Heel interessant wel dit. Oeh, mensen vliegen overal. Zo, vet veel mensen kopen nu in één keer cactus. Ik denk dat ding gewoon vol zit. Ik ga deze even weghakken. Nee, hij zit niet vol. Maar er is wel genoeg cactus. Die vliegen allemaal, die mensen. Nou, ja, dat is vals spelen. Over de Chosen Legend, die heeft nog niet gevlogen. Waar is die dan? Maar hij is weer eraf. Zij moet weer naar beneden. Oh. Nou, is het parcours een beetje lastig. Ja, maar dat geeft wel uitdaging, toch? Ja, maar het duurt wel lang voordat we iemand boven hebben die legit gehaald heeft. Your cactus shop is out of stock. Oh nee, nu in één keer wordt er weer vol doorgekocht. Door hoppers. Ja, er zat echt superveel in. Dus vet voor mensen die gewoon fly gebruiken. We moeten gewoon even de juiste persoon zien te vinden van... Hey, die gebruiken geen hacks, weet je wel? Hacks. Hier, Brian the Gamer. Die gebruikt geen fly. Dat is toch geen hacks, fly? Ah, je snapt wat ik bedoel, die geen fly gebruiken. Geen cheat in de parcours. Ja, precies. Gewoon mensen die niet vliegen. Oh, hier zijn twee mensen. Wat heeft hij voor iets geks? Die No Hacks Just Ilias, die heeft gewoon zo'n ding als je valt op de grond, dat hij dan terug teleporteert. Kijk, hier, zie je? Hier bij mij, hier. Oh. Oh ja. Oh, zie je, let op hè. Hier, kijk, dan valt hij. Hier, let op, nu valt hij wel. Ja, hij gaat hier vallen, ik weet het zeker. Kijk hier en dan, boep.
Oh, hij wordt niet teruggeteleporteerd. Net werd hij teruggeteleporteerd. En nu moet je terug, jongen. Nu zit hij vast. Nu denk ik, kut, ze hebben het gezien. Ja, hij is zo van, oh, ze zetten over mij te praten. Ik moet doen alsof ik niks heb gezien. Zo, wat heeft hij voor? Oh, hij heeft een banner op zijn hoofd. Het is hier wel lekker druk. Ja, nou, gaan we maar werkt ons. Ja, laten wij gewoon verder werken aan de cactusfarm even in tussentijd. Dan hou ik die mensen wel in de gaten. Oké, hoe staat het met onze cactusfarm ervoor? Is dat al een beetje interessant of niet? Cactusfarm? Cactus, de pumpkinfarm. Iemand was bijna boven, of die was al best ver. Ik dacht van, nou, die eigenlijk niet te veel naar beneden, vloog die wel naar boven. Ik wil niet heel gemeen zijn, hè, maar moet hier tussenin ook niet extra cactussen, waar de redstone op staat? Cactussen? Pumpkin seeds, pumpkin dingen. Die moeten daar toch ook tussen? Ja. Kom eens kijken. Hier, oh. Ik heb alleen geen shovel. Oh. Ik heb alleen geen shovel. Maar hier moet nee, toch... Nee, joh. Ja. Hier waar nu redstone op staat, daar moet toch ook zo'n pumpkin op? Hier. Op, ja, het op kan de dirt. Wel. Dat hebben we net niet gedaan, maar het kan wel, ja. Ja, doe dat maar gewoon. Dan heb je veel betere dekking. Dan hebben we gekke pumpkin monies, jongen. Pumpkins nee, momenten kunnen... die vindt het restensysteem weer niet leuk. Wat zei je? Ik ben er echt klaar mee. Kijk, hier. Waar ben je nou weer dan? Ja? Ja, kijk hier eens naar binnen, hè? Ja. Hier, deze redstone, die staat aan, hè? Ja. En die piston daar, die zou dan dus naar voren moeten gaan. Ja. Dat doe ik momenten dus verkeerd. Want als ik hem nou weer weghaal en weer plaats, dan doet hij het wel. Ja, dat is die anti-lag plugin van Momentum Network, die allemaal zijn gekke dingen mee doet. Maar die moet je dus even elke keer neerplaatsen ja. En weer slaan, plaatsen, slaan. Dan en dan kun je net zo goed met de hand die pumpkin farm ja, ik snap aanzetten. Je. Maar als jij hem nu dus weghaalt en slaat, dan doe dat eens. Dan gaat dus al die dingetjes gaan nee, bewegen. Nee, nu niet. Ik kan er wel voor zorgen dat het even gaat bewegen. Wacht, ik zal het even doen. Het ziet er grappig uit. Oké. Okay. Lars, die gaat knutselen, ja? Ik knutselen. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Komt ie, hè? Ja. Oh ja, ik zie het. Lol. Oh, alleen die linker rij werkt nog niet, maar deze rij werkt wel. Nice, goed gedaan, Lars. Weet schat, heb je dat gezien? Ja, ja. Dat is echt super cool, man. Ik heb er een beetje mee geholpen. Oh, deze. Nee, die heb ik niet aangesloten, nee. Nee, volgens mij moet hier nog veel meer gebeuren. Volgens mij moet hier ook nog water in. Klopt. Maar het past ook precies, hè. Gewoon twee gewoon naast elkaar. Dus het is wel eigenlijk perfect dat dit zo lekker smal is. Dat het gewoon ook perfect past. Super chill. Hey, Vincent, je hebt gelijk met die No Hacks Just Ilias. Oh, ja, hè? Ja, die viel naar beneden en toen ging hij ineens weer naar boven toe. Ja, valt hij weer terug op zijn plekje. Dat is echt super gaar. Ik snap er ook echt helemaal niks van. Maar waar is die, schat, hoe heette die jongen ook alweer die je net had? Wat? Chosen Legend, Inges. De Chosen Legend, toch? Ik denk dat het parcours iets lastig is. Waar is hij dan, schat? Ja, weet niet, hij was weggegaan. Oh, als hij nou door had gegaan, vond ik dat hij had gewonnen. Ja? Ja, tuurlijk. Oh, sorry. Oh, dan is hij net weg of zo om te eten. Ja, dat is lullig. Deze doet het ook goed, die jongen. Welke Joost jongen? Van Dam. Oh! Ja, die gaat daar de hele tijd dood. Oh, ik heb de iron weer aanvullen. Nu dat. Ja, nee, maar dit is zielig. Deze boek gedaan, maar ik ging ondertussen okay, wie, andere dingen spelen. Aan wie zullen we hem geven? Wie wilt er... Oh, jezus, ik heb caps locks aanstaan. Volgens wie wilt er winnen? Oh, shit. Kijk die chat. Oh, oeps. Oh, jezus, sommige mensen zijn gewoon al meteen gekikt. Sorry. Oh, iTunes Legend is er wel. Waar is hij dan? Althans, hij reageerde wel in de chat. Maar waar is hij dan? Ja, dat weet ik niet. Ik kan hem niet zien. Weet je hoeveel namen er staan? De naam was eerst echt super. Hoe schrijf je zijn naam dan? Ja, want ik kan hem ook niet vinden. Wat zijn de eerste drie letters? Schat. Ook echt raar dat ik zijn naam in één voorbij zag. Wat zijn de eerste drie letters van zijn naam dan? Ja, gewoon even gewoon I... T-H-O-O. Hoe? Gewoon I choose. I? I-C-H zouden de eerste drie letters zijn. Ja, I-C-H. Nou, als ik op dat duw is dan niks. Nee, die staat er niet tussen hoor. Nee, die kan ik ook niet vinden. Nee, hij is... R-B-100. Kijk, als ik op tab doe... Op tab staat hij er ook niet tussen. Nee. Dus ik weet niet hoe jij... Of, oh, wacht, er kan ook een L zijn. Dan zou je toch in de... Het moet iets met choose zijn. Ja, maar kan toch ook hoofdletter L zijn? Nee, of die staat er ook niet tussen. Oh. Ja, dat is lullig. Ik wil hem wel aan iemand geven die nog niet hey, super... was het trouwens The Chosen Legend? Kan dat ook? Ja, die staat er wel tussen. Ja. Staat hij ertussen? Ja, The Chosen Legend. We kijken. Misschien kun je dan zijn gezicht zien. Weet je hoe die eruit zag? Ja, een beetje grijze, donkere skin. Waar staat hij dan? Weet ik niet, ik vraag dat net, maar... Maar ik kan hem niet in de tab zien. Nee, ik ook niet. Dat gaat niet ver genoeg. Nee, ik kan hem niet zien.
Ik zie ook helemaal niet in de chat van... Ja, de Chosen Legend is het, denk ik. Weet je het zeker? Ja. Oh ja, ik ben op zijn... hij heeft een grijzig gezicht. Een grijzige skin. Oké, ik ga naar jou toe. Oké, ik kom er ook heen. TPA, it's Lars. Hij geeft me diamond. Lars. Ja, Eva. Ja. Kun je me nog versturen? Oh. Dat is hij. Oh, wacht. We gaan eerst even zijn eiland inspecteren, ja? Oh, nou, hij is goed bezig. Oh, ja. Lars, hij is super slim. Hij heeft gewoon een minecart systeem aangezet. Kijk dan. Doe jij het alleen niet? Misschien is hij er nog wel mee bezig. Oh, hij heeft wel echt coole dingen gemaakt. Kijk, zijn boom, die heeft hij nog staan. Ik vind het echt wel cool. Oké, schat, jij mag hem feliciteren. Ik vind dat hij heeft gewonnen. Oké, de Chosen Legend. Gefeliciteerd met je Bami-bal. Of is het, ga er even naast staan. Ik kan die screenshot maken. Het is een eigen golem spannen, toch? Ja, die heb ik jou gegeven. Oké, super cool, man. Hier. Gefeliciteerd met je prijs. Holy. Hij zegt holy. Hij zegt alleen holy. Love you. Echt? Zegt hij dat? Dat kan ik niet eens meer vinden. Lieve u staat er. Hij gaat het gewoon diamonds gooien. Kijk, dit vind ik nou cool dat zo iemand wint. Veel plezier ermee. Ik hoop dat hij snel een goede spanner kan maken, want dan kan hij flink wat... Nee, joh, hou dat gewoon. Dat is allemaal voor jou. Veel plezier ermee. Nou, ik vind dat we iemand hartstikke blij hebben kunnen maken. Daar gaat het om. Feliciteer de Chosen Legend even. Oh. Van harte gefeliciteerd. Kijk, dus, allemaal mensen zijn iemand dat zijn eiland gewarp nu. Om de Jezus, ik zie het. Boomstam, ik is bam. Nou, gelukkig leuk, zijn... Hij heeft geprobeerd om alles wat wij hebben een beetje na te maken, volgens mij. Ja, hij heeft een beetje van alles hetzelfde. Ja. Dat is wel vet cool. Nou, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze 50ste aflevering van Skyblock. Druk alsjeblieft allemaal een salpetuimpje omhoog als we gewoon elke aflevering 3000 likes halen. Dan gaan we gewoon elke week gaan we in ieder geval zo'n Iron Golem spannen weggeven. Omdat de 50ste aflevering was, dacht ik van, joh, we geven er direct eigenlijk al eentje weg. Maar hopelijk zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe Skyblock. En zoals gewoon zeg ik tegen jullie mensen altijd, ciao!